We gaan nu weer maaien, omdat de bermen zijn gegroeid. Het is nodig om te maaien op sommige stukken dat het kort moet blijven, omdat het natuurlijk veilig moet zijn voor de weggebruikers, maar ook voor de omgeving. Daarom worden bepaalde stukken van de berm regelmatig gemaaid. En voor de rest van de berm geldt eigenlijk dat we die zo goed mogelijk ecologisch willen beheren. De provincie heeft ons ingeschakeld om het maaibeheer eigenlijk te doen in een deel van de provincie Zuid-Holland. En op heel veel plekken gebeurt dat tegenwoordig ecologisch. Dus dat betekent dat het gemaaid wordt, het maaisel blijft een tijdje liggen en een paar dagen later wordt het maaisel afgevoerd. Voorafgaand aan zo'n maairondje doet de ecoloog altijd even een rondje om te kijken wat voor groeijaar we eigenlijk hebben. Zijn de planten al uitgebloeid? Is het al tijd om te maaien? En op dat moment kan ik ook zorgen dat als er beschermde soorten planten en dieren aanwezig zijn, dat die gemarkeerd worden in het veld. En op plekken waar het al bloemrijk is, daar maaien we gefaseerd. Dus daar blijven stukken staan om de biodiversiteit te bevorderen. En als we die nou goed gaan beheren, dan vormen die bermen eigenlijk een extra leefgebied voor heel veel soorten planten en dieren. En zorgen ze ook meteen automatisch voor verbindingen tussen verschillende natuurgebieden. Steeds meer kleur en steeds meer soorten zie je in de berm verschijnen. Maar het kan soms wel 10 jaar duren voordat je echt de samenstelling van planten in een berm ziet veranderen. Uiteindelijk doen we het voor de inheemse planten. En dat ziet er niet altijd even spectaculair uit, maar dat is wel wat belangrijk is uiteindelijk voor die insecten. We hebben te maken met de leefomgeving van mensen. En als je daar dingen in gaat veranderen, heeft dat natuurlijk best wel veel impact. Tijdens de werkzaamheden werken wij natuurlijk op de weg. Dus heel veel mensen zullen ons ook wel gezien hebben langs de weg. En wij doen ons best om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de weggebruikers, mede door te werken met een rijdende afzetting. Als mensen bijvoorbeeld buiten een onveilige situatie zien, dan kunnen ze dat melden via onze website. En dat geldt bijvoorbeeld ook als er veel ongewenste planten groeien die overlast veroorzaken. Dan gaan we ter plekke kijken en dan kijken of er actie nodig is.